Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon. Let's go Eevee Solink met Jordi van de Park Guys. Hij ging toch nog steeds niet helemaal zoals ik hem wil, maar in ieder geval een stukje beter. Beetje bij beetje, de volgende keer gaat het weer slecht en dan gaat het weer goed, dan gaat het weer slecht. Het komt wel. Doet alleen even. Maar ja, vorige part deden we de gym. En nu doen we de gym leader. Ja. Op zich ook wel geinig, want hoe ik het normaal te doen is, oké, heeft iedereen de gym klaar? Oké, dan pas beëindigen we de part. Ja, maar dit is een soort van cliffhangertje. True. Ik wil gewoon bij die 30 minuten blijven, anders zaten we daar weer overheen, ver overheen, zeg maar, weet je wel. Dat... Mm-hmm. Op zich ook wel geinig, want gisteren heb ik met Harbo gerecord. Ja. Deden we Xenoblade en... Ja, sorry, we hebben een cutscene van 10 minuten. Ja, sorry, de part is nu 3 kwartier. Oeps. Oeps, ja. Maar ja, dat kan je dan ook niet echt uitsnijden, dus oeps. Hij begint met een Voltorb. En een Magnemite en heeft als laatste een Raichu. En wat nou een Raichu? Die Raichu wordt wel pittig, denk ik. Ja, want je hebt geen Ground-type, je hebt geen Grass-type. Nee. Je hebt een Eevee en daarmee moet je doen. En hij doet fucking veel damage met Thunderbolt. Krijg je ook Thunderbolt? Ik zie ze er wel voor aan dat wij Thunderbolt hiervan krijgen, ja. Oh, als hij maar crit, was ik gewoon dood. Oh, hij overleeft met 1 AP. God fucking damn it. En dat was de Raichu. What the fuck? Wat? Je bent al klaar. Ik ben al klaar. Wow. Ik heb een Nido King die even een paar keer dik doet en klaar is. Oh ja. Ach, hey, goed nieuws. Volgende route heb jij de first pick en dan kan jij alle Nidorans krijgen, dus. Oké. Okay. Maar de Nidorans kan ik toch niet gebruiken, toch? Totdat jij een andere betere pair hebt. Ja, oké. Okay. Die kunnen we dan als Ground Pokémon gebruiken, zeker. Als jij Moonstone hebt en ik heb iets wat we daadwerkelijk erin kunnen stoppen. Ja, mijn nadeel is. Je hebt een Flying type in je team nu, toch? Ja. Ja. En de rest is Rattata en Spearows, dus... Ah, ja. Of... Ja, zelfs een Chansey wordt niks, dus... Oh, ik leefde het net, overleefde het net. Een Thunderbolt van een Magnemite. Oeps. Je doet het nog goed, Milan. Verpest het nou niet. Nee, maar de scaling is al even heftig, man. Deze battle is meteen weer zo 100 keer zoveel moeilijker dan de rest. Mm-hmm. Jammer dat Roush je geen Thunderbolt kan leren. Dat is ook niet handig. Oh, dit wordt kut. Nou, ik vind het best handig als Roush je Thunderbolt kan leren. Nee. Blijf nou eens niet spammen. Als ik word gecrit trouwens, dan is Charmeleon dood, dan weet je het. Maar ik heb geen andere oplossing. Dus ik moet de hele tijd healen, zeg maar. Ja, healen. En als je dat niet kan, dan moet jij hem sacrificen en dan Eevee switchen, of niet? Ja, Eevee die is namelijk gehit, zeg maar. Daarom kan ik die niet free switchen. Nee, snap ik. Oh, hij had een high roll, what the fuck. Dat is niet zo mooi. Maar hij is wel geburnt, dus hij gaat elke keer een klein beetje van zijn health af. Ja, alleen Thunderbolt doet daar niks mee. Nee, maar wel met zijn health, dus dat is wel fijn.
Hoeveel PP heeft Thunderbolt? Geen idee. 16? Oh, ik kan het zo voor je nakijken. Summary. 15. Even kijken. De heals heb ik nog over. Oh, oké. Hij is voorlopig nog niet op 15. Maar hij gaat nooit een andere aanval doen. Nee. Ik ga hem winnen door hem te laten doodburnen. Prima strategie. Ja. Behalve als ik crit, dan is Charmeleon gewoon dood. Mm-hmm. Dus niet critten. Dikke stal battle dit. Mm-hmm. En de Raichu moet nog komen, dat is nog het ergst. Oh, dat is ineens de Raichu. Nee. Oh, ik dacht dat het al de Raichu was. Nee, het is de Magnemite. Maar dan kan ik free switchen naar Eevee en die kan die Raichu denk ik wel verslaan. Ja, ik denk het wel. Ga ik ondertussen even iets heel kleins nakijken, want ik vergeet altijd op deze route hoe lang deze route is. Ja, oké, okay, het is de volledige route. Okay. Ik denk altijd van, oh, dat is op een ander stuk. Nope. Mm. Oké, Magnemite is dood door de burn. Burn, baby, burn. Ik had verwacht dat ik zo klaar was zou zijn met de Magnemite, zeg maar. Ik wist niet dat hij zoveel damage deed. Blijkt me weer niet. En Gloom. Nee, ik blijf voorin. Ik kan toch momenteel niet zoveel anders de school met trainers doen en ik zie zo meteen wel op de route. Ja, ik zit nog steeds met het probleem, want dat doet meer dan half HP. Uh-oh. En je hebt geen super potions, alleen maar potions? Nee, ik heb wel allemaal super potions, alleen dan doet hij nog steeds elke keer meer dan half HP. Kijk, weet je, ik kan geen vrije aanval doen, zeg maar, totdat hij een keer geen Thunderbolt doet, maar hij blijft maar Thunderbolt spammen. Ja. Ah, nu doet hij niet Wel. Je hebt vrij spel, nu killen. Oh, hij is sneller natuurlijk dan ik. Is Eevee dood? Oh, op 2 HP leef ik. En geparalyzed ook nog. Het zit ook niet mee vandaag, of wel? Nee, dat is echt bullshit. Kijk, als je een andere pair wil, kan ik heel goed begrijpen, maar je hoeft Eevee niet dood te laten maken. Dat is ook weer niet nodig. Doet quick attack, nice. Oké, dit is positief. Kijk, als het een Kaizo was, dan was je ondertussen al lang dood, want hadden we geen items kunnen gebruiken. Nee, maar dan mag je betere Pokémon vangen. Ja, en dan staat het verstand niet op nul. Lol, Eevee die hielde de Paralyze uit zichzelf. Ja, het is een partner Pokémon voor je. Mm-hmm. Oké, ik ga nog winnen ook. Waarschijnlijk zonder de Pokémon te verliezen. Nou, niet jezelf jinxen, hè? Nee, dat is waar. Zelfvertrouwen is goed. Jinxen niet. Ik heb mezelf gejinxed. Hij critte me. Maar is niks dood, of wel? Jawel. Eevee. Wat is dood? Eevee is toch dood? Ja, hij critte me.
Ja, je hebt jezelf gejinxed. Ik had je nog gewaarschuwd. Oh, hoe ga ik dit doen? Want ik heb twee Pokémons die fly zijn, zeg maar. Dus die zijn 1-hit KO. En ik heb eventueel Charmeleon, maar die ging net al bijna 1-hit KO door een Thunderbolt van de Magnemite. Ja, en een Raichu heeft een hogere special attack. Yep. Dus ik denk dat ik wipe nu. Oké, okay, wat is de situatie? Hoeveel HP heeft nog de Raichu? Ik zou zeggen zo'n 45%. Oké. Okay. Oh, hij doet quick attack. Okay. Oh, dat is nog steeds... Ik ga toch aanvallen nu, want dit is een van de weinige kansen dat ik nog heb om aan te vallen. Mm-hmm. Snap ik. Oh, hij doet nu Thunderbolt, dan ben ik natuurlijk dood. Hij is sneller dan wat ik ben. Ja, ja. Dat maakt niks uit. Charmeleon is ook dood. Oef. Ja, Rattata is maar level 14. Dus dat is sowieso geen goed idee. Maar ja, die andere twee eigenlijk ook niet. Maar misschien zijn die wel sneller. Nou, als een van die twee quick attack heeft, ja, dan wel, ja. Maar anders niet, hè? Dan ga je er maar niet vanuit, nee. Ik ga Sparrow gebruiken nu. Heb het. Nope. Oké, okay. Sparrow is ook dood. Okay, ik kan trainers nu wel gaan doen, maar dat heeft niet zoveel zin. Nee. Ah, je moet toch bovenlangs. Oh! Mijn Beedrill die leeft een Thunderbolt. Mooi. Nu is de vraag, ja. Kan die Beedrill de boel killen of niet? Of wat je? Ja, als hij zo quick attack doet misschien. Hij doet quick attack. Maar ik ben natuurlijk niet sneller. Dus dat is misschien wel... Hoe kan ik dit het beste spelen? Want ik ben natuurlijk sowieso niet sneller. Dus dat is wel een probleem. Ik ga nog een keer healen. Want... Ja. Het kut is dat hij elke keer 100% accuracy moves doet. Ja. Daar valt niet zoveel over te zeggen. Dat is gewoon een ja. Ja. Dus... Beedrill is je laatste? Nee, ik heb ook nog Rattata. Neem je ook de oorlog niet mee? Nee. Ik denk het, ja... Ik denk, want ik kan wel elke keer die dingen gaan spammen, maar dat heeft geen zin. Ja, Thunderbolt. En zorgt Beedrill nog voor de laatste win? Of is het verloren? Nee, Beedrill is dood. Nu Rattata quick attack. En ja, ik denk niet dat het genoeg is. Raichu is wel in het rood, maar... Ik denk het niet. Dan hopen we op een wonder. Nee, is niet genoeg. En hij doet dubbel kick. Heeft hij ook nog dubbel kick? Mm-hmm. Nope. Dead. Gewiped. Nou. Gewiped. Oké, dan heb jij eigenlijk een taak om te doen. Trainen. Nou ja, eerst kijken wat we meenemen voordat we gaan trainen. Ja, oké. Dat is niks. Oké. Je was gewaaid nu, hè? Ja. Dan gaat... Dan gaan we even kijken naar Lijsje. Psyduck was dan gekoppeld aan... Weet je voor me nakijken? Ja. Welke Pokémon heb je gevangen op route 25?
Was dat niet jouw Nidoran met mijn Sparrow? 25. Nidoran is 22. Ga ik even kijken. Want jouw Charmeleon is gekoppeld aan mijn Psyduck, dat weet ik. Oh, ik heb een Meowth op 25. Meowth. Oké, okay, want we moeten nou even gaan kijken van, dit moet allemaal in onze box nu. Mm-hmm. Want ik ben even aan het nadenken hoor. Want het is een volledige teamwipe, dus je bent 5 mons verloren. Mm-hmm. Klopt. Oké, okay, want wat we nog over hebben hier is een Rattata en een Pidgey. Een Pikachu en een Caterpie. Een Spearow en een Ekans. Een Zubat en een Geodude. Een Ekans en een... Voor jou een Psyduck. Een Venonat. En een Meowth. En dan een Diglett die we niet mogen gebruiken. Omdat een van die twee moet omgezet worden tot alone een Diglett. En dan zijn we nog niet. Nee, precies. Oké, nou ik zie jou. We kunnen niet alle combinaties alles meenemen. Dus... even kijken hoor. Want sowieso, jij moet de Geodude krijgen. Ja, dat lijkt me wel handig voor de gym inderdaad, ja. Dus dat moet sowieso. Dan. Dan hebben wij Poison, Flying en Ground en Rock. Nou, Primary is Poison. En Primary is Rock, maar er staan geen andere Rock-types hierin, dus dat is niet zo heel erg. Dan. Even kijken. Wij hebben zo meteen... een Rock-stuk. Dus dat is voor jou misschien momenteel van handig dat jij sowieso even... een Water-Pokémon krijgt. Ja, dus dat is eigenlijk. Ja. Oké, dan moet ik alle types gaan omdraaien, want dan moet de Zubat voor mij Flying zijn. En Rock. Dus Flying, Rock, Poison, Water. Ja. Dus Flying mogen we niet meer pakken. Rock niet meer, Poison niet meer. En... Water niet meer. Water niet meer. Hebben we de Pikachu. Ja, Pikachu is samen met... Caterpie. Is Burk. Ja, die is inmiddels al een Butterfree. Maar die zouden we kunnen gebruiken. Ja. En dan hebben wij... Venonat kan ik niet gebruiken. Met wie is mijn Meowth? Oh, die is zeker met Ja, is Burk en is Poison. Dus kan bijna ja. niet. Nee. En mijn Pidgey... Gekoppeld aan een Rattata is normal, maar we hebben al Flying dankzij Zubat. Oh ja, maar die gebruikt wel als Poison toch, of niet? Kan niet, want ik heb al een Ekans. Oh ja, dus gaat ook niet. Nee, dan zijn het deze drie, is het enige wat we ervan kunnen maken. Ja. Dan wordt mijn cave something heel interessant. Oké, wat wij kunnen doen... Ja? Is heel gemakkelijk. Wij kunnen wel wat reparatiewerk doen. Want kut kan je gebruiken. Nu. Ja, dat klopt. Jij gaat naar rechts van Cerulean. Trainertjes doen of? Nee, encounter fixen. Oh, slim. En wat kan ik daar aan encounters fixen? Nou, wat we daar aan counters kunnen fixen is niet heel uitgebreid, maar er zijn een paar combinaties die interessant zijn. Want je hebt Rattata, Raticate, Spearow, Vero, maar je hebt ook alle Nidoran combinaties. Oké. Okay. En hier denk ik dan aan... De dupes blijven toch wel gewoon gelden ondanks dat ze dood zijn? Ja, dupes blijven gelden ondanks dat ze dood zijn, ja. Dus de mooie combinatie hier zou zijn,
Nidoran. Dus een Nidoking of Nidoqueen voor een ground type. Ja. En ik dan en ik of jij een Rattata voor een dark type. Ja, maar die heb ik dus al gehad. Maar die zit niet momenteel nou in je team. Nee, maar wat ik net zei, van dupes blijven wel gewoon dupes. Dupes, zeg maar. Ja, maar het is optioneel. Hè? Als we weer eentje tegenkomen, dan kunnen we ook zeggen fuck it. Dan vangen we weer opnieuw. Want andere combinaties zijn er niet op die route. Tenzij alleen, het probleem is, ik ben nu in die route, maar ik kan hier de battle... Ik moet hier een battle doen, maar kan ik die verslaan? Want ik weet niet welke level die zijn. 19 of zo. Ja, mijn Judo is mijn hoogste en dat is een level 16. Was het een Ordish wat ze had? Want dat is ook weer een moment. Ja, een Ordish kan ik niet verslaan. Nee, maar echt niet. Nee. Milan, een beetje vertrouwen. Dat heet... Een Eevee en een Gloom. Nee, dat gaat het niet worden. Nee. Maar ik zie daar iets en ik moet heel even iets voor de zekerheid even nakijken. Nee, is gewoon normaal niet doorheen. Oké, maar dan kunnen we het lang en kort houden. Maar mensen... Bedankt voor het kijken. We gaan trainen voor de volgende keer. En dan zorgen dat ik weer iets van een goed team heb, waar ik in ieder geval Lieutenant Surge mee kan verslaan. En dan hopelijk... Ik baal er wel van. Maar ja, het geeft wel een beetje spanning aan de serie. Ja, aan ik, de ga serie. Nog even, ik ga even nakijken of we nog iets vandaan kunnen toveren qua encounters. En ja. Dan is het goed. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet Jordi's kanaal te checken in de beschrijving. En dan zie ik u graag de volgende keer weer. Adios, amigos.